Het motief voor de moord op Ali Motamed uit Almere komt, als het aan het openbien, Openbaar Ministerie ligt, nog niet aan de orde tijdens de rechtszaak tegen de drie verdachten van de moord. Ja, Het liet het OM vanmorgen weten in de rechtbank in Lelystad. Ali Motamed werd op 15 december 2015 geliquideerd in de Almeerse literatuurwijk en hij werkte in Almere als elektricien. Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevluchte Mohammed Reza Kolahi... We zegt dat goed? Samarie was. Zo was, zeggen het zo. In was, raad, ja. Ja. ja, goed. Verslag even aan boer. Ik zei het net al even: jij was uh, vanmorgen bij de rechtbank in Lelystad. Uh, waarom vindt het al bij ministerie dat motief nu zo belangrijk? Nou, er werd eigenlijk met name gesproken dus over de, de daders, de, de personen die dus deze meneer om het leven hebben gebracht. Het is belangrijk en, moet ik zo zeggen. Ja, ja, ja. ja precies, ja. het was net andersom. Mm -hmm. um, hebben zij het gedaan, ja of nee? Daar werd eigenlijk heel sec naar gekeken. En daar gaat ook de, de, de rechtszaak over. Dit was nog een proforma zitting. Wordt er wordt gekeken van wat moet er allemaal nog gebeuren om de daadwerkelijke zitting, uh, die uh, later het jaar of begin volgend jaar gaat, uh, gaat volgen, om dat uh, in goede banen te leiden. Mm -hmm. En daar werd eigenlijk vanuit het openbaar ministerie geen, geen woord gerept over het verleden, eigenlijk wat het parool heeft uh, geschreven, wat het over hadden. Dus de, 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 ja, de andere. Man die het eigenlijk bleek te zijn, die meneer ja. in Almere, die, die om het leven werd uh, uh, gebracht. Ja. Maar er werd gewoon gesproken puur gekeken van deze mensen zitten, zitten vast. Die zijn verdacht van de moord. En hoe gaan we daarmee verder? De, terwijl de advocaten van de verdachte die hameren juist wel op van nee, bekijk ook even het verleden van die meneer. Want dat kan je niet echt los van elkaar zien. Nee, En, en dat die link met Iran, kwam, die, kwam dat ook aan bod tijdens de zitting? Um, aan bod bij de zitting aan de kant van de advocaten, maar ja. niet aan de kant van de rechtbank. En ook niet aan de kant van het Openbaar Ministerie. Het, het gaat om deze meneer die uh, dus, in, je zei het net al, in 2015 uh, is vermoord, Ali Motamed. Maar hij zou dus ook uh, um, in Iran in de jaren tachtig een aanslag hebben gepleegd. Zou daar zijn uh, voor zijn veroordeeld uh, ter, dood, ter dood veroordeeld in Iran uh, mm -hmm. zelfs. Met de aanslag kwam een heleboel mensen om, waaronder ook uh, vier ministers. Uh, dus uh, daar werd eigenlijk naar gekeken, maar het Openbaar Ministerie die wil eigenlijk helemaal niet zeggen of het verhaal van het parool, of het ook klopt, of dit inderdaad uh, om dezelfde man gaat die dus eerder een aanslag heeft gepleegd. Dat blijkt eigenlijk allemaal, blijft allemaal nog even stil. Ja. En de reactie van de advocaten van de verdachte? Die willen juist zoveel mogelijk erover weten. Die hebben ook aangehaald, kijk ook even naar de kranten van Iran waar hierover wordt gesproken. Klopt dat? Er zijn ook twee. Uh, 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 uh. Ja, niet Thomas niet maar uh, diplomaten vanuit ja, ja, ja. Iran, ja, ja. Uh, Nederland uitgezet. Um, wat, wat is daar de link mee? Daar wordt hier ook een link mee getrokken. Maar ook daar zegt, uh, houdt het Openbaar Ministerie zich uh, afzijdig van. En die zegt er dus niks over of er überhaupt een link is. Ja, en je zei het net eigenlijk al, je weet nog niet wanneer die zaak verder uh, gaat. Hè? Kan uh, dit jaar nog zijn, kan ook ja, dit Er komt zijn. in ieder geval nog een proforma-zitting op, op 1 oktober. Daar ja? gaat er nog een keer worden gekeken van hoe gaan we verder. Om daadwerkelijk de zaak te, te, te beginnen. En dat wordt dan december of begin volgend jaar. Goed, aan dank je dankjewel.